Goedemorgen lieve mensen, het is vandaag 24 december, zaterdag. Ik dacht dat mijn trui verkeerd om aan had. En 24 december wil zeggen dat het vanavond kerstavond is. Dus, yay, feest, veel eten. En wat in mijn familie ook wel betekent is dat kerst ook wel veel chaos is. Want ik moet nu nog naar het dorp, want ik moet namelijk een foto printen op fotopapier. Omdat, dat is een cadeautje voor mijn opa, want die is nu nog naar de stad om iets te kopen. Ja, dus eigenlijk bij ons betekent kerst ook wel nog heel veel dingen doen op het laatste moment. Maar we hebben ook al heel veel voorbereid er. Vanavond gaan we gewoon lekker hapje eten. Dan ben ik met mijn ouders alleen. En met Matthias natuurlijk zijn wij met mijn ouders. Mijn moeder moet vannacht werken. En morgen gaan we gourmetten. Dan weet ik echt niet wie er nog meer komen. En maandag, mijn tweede kerstdag, gaan we met z'n allen heel uitgebreid luxe eten maken. Matthias natuurlijk ook het voorgerecht. Er zijn ook mijn broers er en mijn schoonzus en mijn nichtje. Dus denk mij leuk om gewoon de kerstdagen te filmen. En ja, ik hoop dat jullie ook hele leuke kerstdagen hebben. Als je deze vlog ziet, dan is het al lang kerst geweest. Maar ik hoop dat jullie in ieder geval hele leuke kerstdagen hebben gehad. En let's start with the day. Ik moet eigenlijk dus alleen even snel naar het dorp op de fiets om een foto uit te printen. En ik denk, nou ja, vanmiddag, wat is het? Ik ga eerst de hapjes natuurlijk voorbereiden. Maar dan ga ik ook, daarna ga ik mezelf wat optutten. Want ik vind het zelf met kerst altijd heel erg leuk om, nou ja, wat meer aandacht te besteden aan je uiterlijk. En we hebben bijvoorbeeld ook verdampt. En ik weet niet of je het zit. We hebben een rompetje. Die had ik vorig jaar van mijn vriendin Jamanda. Hadden we een rompetje met een vlinderdasje gekregen. En die hebben we nu in een maatje groot gekocht. Want dat rompetje van vorig jaar past hier natuurlijk niet. Maar die hebben we dus nu gekocht. En dan gaan we, ja, met een mooie nette broek opdoen. Maar we hebben ook een kersttrui van mijn nicht gekregen. Ja, dus hij kan helemaal een kerstsfeer. Maar ik vind het gewoon leuk om wat extra opgetut te zijn met kerst. En de dag voor kerst maakt mijn moeder ook altijd zelf de kersttol. Ja, dan noem je het toch kersttol? Ja. Kersttol. Ja. Oh, een amandelspijs ligt opzij, hoor. Een amandelspijs? Oh, een amandelspijs, maar dat heeft ze al lang gemaakt. Er komt een kind in. Ik heb framboos op zijn neus. Hallo, ben je ook in kerststijl? In de kerstpyjama. Maar goed, dit wordt dus ook allemaal zelf gemaakt. Mijn moeder heeft het kerstbrood in de vuilniszak zitten. Ja, super. Dat is wel zielig. En de keuken is nog een beetje... Nou, het valt nog wel mee. Mam? Valt voor mij, hè? Ja, het zit van alles. Maar nee, de troep is nog niet zo erg. Ik zal het jullie tweede kerstdag laten zien. Wat voor tweede kerstdag, dan mag ik ook niet in de keuken komen bij mijn vader. Want dan komt de stoom niet alleen uit de pannetjes, maar ook uit zijn oren. Oké. Oh, ik zal even de... Kijk, en dit is alvast... Oeh, cadeautjes. Dit is een cadeautje van mijn nichtje. Dus, tada! Merry Christmas! En Happy New Year! Nu wacht ik tot mijn moeder uit de keuken weggaat. En dan gaan wij, Matthias en ik, gaan we de hapjes maken voor vanavond. Want dat is onze taak. Maar ik zal er maar niet zorgen zolang ze in de keuken staat. Dat is de leeftijd, hè? Nee, maar grapje, man. Het stressgehalte. Jullie matchen wel mooi. Kerstrood. Ze zijn al te druk om naar mij te luisteren. Hallo. Een stukje van de chaos zo eigenlijk op tafel. Oh ja, jij bent de... Ja, straks is... Beetje chaos. Eten, lijntje, voorbereidingen, tante, kerstel, honden. Welkom in huis, prinsessen, denk ik. Doe zo. Welkom bij
bij de Coke Shell van Anne Lot. Oh nee, welkom bij de Coke Shell van The Love Bagage. Dat is niet goed voor jezelf, hoor. Ik heb een traditie bij mij thuis. Ik weet niet of ze kunnen worden. Maar daar zit, wij maken zo'n bord vol met snoepjes. We maken een plateau vol met de kerstkoekjes en chocolaatjes, kerstkrantjes. Deze zijn het lekkerst, allerlekkerst. Maar goed, dat is dus een beetje de traditie bij ons thuis. Ik weet niet of nog meer mensen die traditie hebben. Ben ik heel benieuwd naar. Laat me weten als je ook zoiets doet, of dat je een andere kersttraditie hebt. Volgebouwd. Ik ben wel een beetje verdrietig, want dit is chocola van de Hema en er zitten ook witte chocoladesterretjes bij die ik net liet zien dat het de lekkers zijn. Zet er maar 2 in het pakket. Maar 2 Hema, waarom maar 2 witte chocoladesterren? Voor de rest allemaal melkkerstboompjes. Beetje jammer, maar goed, maakt niet uit. Zo, na alle voorbereidingen van de hapjes, het eten, het koken, koekjes, noem maar op, is het tijd om mezelf voor te bereiden. En ik heb net gedoucht en ik heb een maskertje op gedaan. Wat trouwens net lijkt alsof ik gewoon wat modder op mijn gezicht heb gesmeerd. Maakt niet uit. Ik ga in de tussentijd dat het maskertje op mijn gezicht zit, ga ik nog even beneden de tafel dekken of in ieder geval netjes maken. En zorgen dat de kaarsjes klaar zijn om aangestoken te worden. En ja, gewoon eventjes de sfeer alvast erin brengen. En dan ga ik me zo aankleden. En ik kan nu nog de tijd nemen, want Matthias en dan slaapt siesta, dus ik heb nu nog de rust. Dat ga ik doen. Dus, let's go. Ik weet trouwens niet waarom ik altijd let's go zeg. Ik weet echt nooit hoe ik mijn verhaaltje moet eindigen. Ik ben helemaal klaar gemaakt, denk ik zo'n beetje. Ik zie er wel bleek uit op even met het licht, maar volgens mij, let op. Zo is het beter. Oké. Ik ben dus helemaal klaar. Nee, helemaal, dat zeg ik verkeerd, want ik zit nog steeds in mijn mooie pyjama. Verder ben ik wel helemaal klaar. En eigenlijk wacht ik nu een beetje tot het tijd is, zodat ik mijn spulletjes op de tafel kan zetten. Omdat ik dus wat kan vertellen dat we hapjes maken. En ik heb dit keer gedaan dat ik niet te veel zelf moet doen. Omdat, ja, ik wist niet hoe dat zou gaan met Dante. En ja, ik wou gewoon ook vanavond makkelijk doen. Mijn moeder moet ook werken, dus niks uitgebreid. Dus ik heb eigenlijk allemaal, ik had een klaar hapjes. Nee, niet echt kant en klaar. Maar ik hoef er niet heel veel mee aan te doen. Dus eigenlijk wacht ik gewoon tot het tijd is. En dan zet ik het allemaal op de tafel achter mij. En dan vreten maar. Maar dan mag ik niet zeggen van moeder, eten, niet vreten. Ga ik je kersttrui. Laat maar zien. De kersttrui aan heeft. Deze meneer ook een kersttrui aan. Wat een kersttrui feest vanavond. Oh, ja, ik heb geen kersttrui, maar dat is leuk. Zo.
Kerstsokjes. En kerstsokjes. Oh, wat is dit? Volgens mij zijn het meisjesokjes, maar dat maakt niet uit. Nou, dit is de charme van de kersttafel. Dit is de charme van vroeger kunnen lopen, ja. Nee, maar dit is de charme van de kersttafel als de lichten nog aan zijn. En iemand met de computer zit te werken en de hapjes nog in de oven moeten. Dan ziet het er heel gezellig uit zo, maar dan moet eerst de lampen uit. En de kaarsjes. Ja. Ik heb kaarsjes erin zitten. We moeten nog kaarsjes en kaarsjes hebben. Ja, heb ik nog niet gedaan. Maar in ieder geval, wat... Oh nee, ik ga het zo... Nee, ik ga het zo laten zien. Dit is in ieder geval de visbar. Hoe cool. Anchovies, zeewier, garnalen, rivierkreeftjes, gambas. En hier komen oesters. Wat? Ik weet niet wat je zegt. Of je rivierkreeftjes hebt? Ja. Mag ze dat niet? Nee, natuurlijk niet. Oh. Koen ook niet. Oh, dit mag je niet dan. Wist ik echt niet hoor. Is de kaasplank. Lekkers. En nog meer. Maken. Ik heb deze en die, deze, die heeft mijn vader toch niet, vindt hij niet lekker, en deze, oh, zo, en we hebben nog ijs, hey, we hebben nog ijs in de, hè? Ja. Weet ik niet. Ik zeg, laat je outfit eens zien. Mijn? Ja, je kerstoutfit. Ja, heel dik, hè? Ja, goud, goud, wit. Wit en goud. Goed gedaan. Helaas jongens, ik maak deze op. Nee! Er zit nog één in. Kijk, nog één. Ik heb echt maar twee hapjes ervan gehad, mama. Nee, u. Wat is er nog in? Limoen, dat is citroen en limoen. Die is lekker. Moes? Mhm. Die is lekker, hè? Hij is heel vies. Het is niet groen, hoor. Het is niet groen. Ja, ik vind deze wel lekker. Ik vind die erg lekker. Mijn moeder. Mijn ouders letten op tante. Kijk, de bank. Kindvrij. Je bent de helft vergeten. Lord of the Rings. Ik heb alle drie de delen gezien. Alle drie. En ik vind Lord of the Rings leuk. Het is wel een beetje een kerstklassieker dit. Maar die daar vindt Lord of the Rings helemaal niks. Die zei na het eerste deel. Ik heb hem zover kunnen krijgen om het eerste deel te kijken. En toen zei hij na het eerste deel. Hé? En nu dan? En de ring? Toen zei ik, nee, dan moeten er nog twee delen. Zei hij, nee, ik ga niet nog twee keer 3 uur kijken. Dus... Helaas. Maar ik vind Lord of the Rings wel leuk. Ah, you said that this is me, Jordes. What?
Oh my god. Yep. Alleen daar ligt dan te slapen. Kijk af. Sorry? This is you when you are really amazing. When I? For example, you wake up. When I wake up. Okay, thank you. Top. Nou, lieve mensen, het is al bijna 1:30. En het maakt tijd om naar bed te gaan. Dan kom ik er morgen vroeg uit voor het kerstontbijt. Maar dit was onze kerstavond. Het was iets wat rustig. Eigenlijk normaal vieren we altijd kerstavond, ik zeg we, mijn ouders en zo, het met vrienden. Vrienden van mijn ouders vieren we het altijd mee. We doen het één keer bij hun en één keer bij ons. En allemaal hapjes en zo. En nou ja, met de kinderen van hun. Waar ik natuurlijk mee ben opgegroeid. Dus ja, eigenlijk vieren we het normaal wat uitgebreider. Maar dat is dit jaar niet zo. Er waren andere plannen. Dus het was op zich best wel rustig. Maar niet minder gezellig. Heel gezellig. En ja, nu op naar eerste kerstdag. Met alweer veel eten. En ik ben nog steeds ontiegelijk vol. Dus nu eerst maar even slapen. Ik ga even mijn gezicht schoonmaken. Die plamuur legt er weer afhalen. Ik zal mijn best gedaan met het douchen en een maskertje opdoen om mijn huid te verzorgen. Plak er gewoon een dikke plamuur laag weer bovenop. Maar niet uit. Ik ga nu mijn gezicht schoonmaken en op bed. Ik ben moe. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende kerstvlog. Doei!